Welkom bij alweer de laatste aflevering van Reageren op Kamp van Koningsbrugge, seizoen nummer 2. Mijn naam is Isabel, ik ben psycholoog, ik ben voormalig topsporter en in het powerlift een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden. En in deze serie ga ik je meenemen in het programma om te analyseren wat er gebeurt, zodat jij de inzichten kan meenemen voor je dagelijkse leven. Het is alweer de allerlaatste aflevering van het seizoen. En ik vind dat altijd een beetje gek. Aan de ene kant heb ik dan heel veel zin om de aflevering terug te kijken. En aan de andere kant vind ik dat dan ook alweer moeilijk. Omdat je denkt, ja, het kan toch niet voorbij zijn. Ik heb dat ook vaak met boeken. Dat je dan een boek leest en je bent helemaal meegenomen in het verhaal of in de informatie die wordt gedeeld. Dan ga je er zo doorheen. En dan het laatste hoofdstuk, dat wil je eigenlijk heel graag lezen. En aan de andere kant ook weer niet. Nou, zo voelde die laatste aflevering ook voor mij. En ook omdat het steeds meer tot de kern komt van waar het werk echt over gaat. In het begin van het programma werd nog heel erg geselecteerd op de fysieke kenmerken. Later werden het vooral ook de mentale aspecten van het werk. En nu komt het ook veel meer neer op het, ja, het spirituele stukje. Van waar doen we het nou eigenlijk voor? Wat is daarin die hoofdboodschap? En in de vorige aflevering werd dat natuurlijk heel mooi neergezet. En in deze aflevering gaan ze er ook op door. De vorige aflevering was geëindigd met dat ze met z'n zessen een lijk moesten dragen. Of een pop die symbool stond van een lijk. Van een kilootje of 70 en daar dus een heel eind mee moesten wandelen. En daar gaat deze aflevering op door. Wat je ziet is dat elke deelnemer dus weer een eigen kopingsmechanisme heeft. Het kopingsmechanisme van Robin is om heel erg veel te gaan klagen. En dat zag je ook in de vorige mars, dat was toen niet met de pop, maar met bepakking, met de rugzak. Dat hij heel emotioneel werd en al die emoties er eventjes uitkwamen. En dat zie je nu ook weer terug bij deze opdracht, waarbij hij door zijn deelnemers of door zijn medecursisten wordt aangesproken van joh, doe dit nou niet, want dit werkt niet. Het kost je alleen maar energie. Kijk, dat deed te laat! Rustig, je moet rustig blijven, want het kost ontzettend energie wat je doet. Uiteindelijk hebben ze de opdracht allemaal gehaald en spreekt Daisy even toe en vertelt ze ook wat de kern is van de opdracht. Waarom ze zo'n bizarre uitdaging eigenlijk hebben gedaan. Want het is niet alleen maar voor de uitdaging, maar het heeft wel een diepere betekenis. Dit is strijden. Ja. Dit is vechten voor je leven. En vechten voor elkaar. En ook de plek waar ze het lichaam naartoe hebben gebracht heeft een hele bijzondere betekenis. Laten we even kijken waar ze zijn en waarom. The Airborne War Cemetery. Op dit ereveld liggen 1754 Britse, Nederlandse en Poolse militairen begraven, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. De meeste slachtoffers die hier liggen zijn omgekomen tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. En niet alleen de plek heeft een hele bijzondere betekenis, maar ook de hele opdracht. Want er is een reden dat ze dit met z'n zessen hebben gedaan. En er is een reden dat ze een bepaalde afstand moesten afleggen. Laten we even gaan kijken naar wat die reden is. Op 6 september 2009 ben ik met een eenheid voorwaarts gegaan, in ieder geval de noorden van Uruzgan. Vervolgens werden wij onder vuur genomen. Toen kregen we de melding dat een lichaam gespot was door de Apache-helikopters. Ja, dat was het Kevin van der Rijt. Op het moment zijn we naartoe gerend. We probeerden hem gelijk weer op te tillen. Met 6 man, die nu erbij staan, hebben we de Kevin met de brancard boven geschouwd. Met het idee dat iedereen veilig terug was op één vent na. Tot slot krijgen ze een opdracht van Ray. Een hele bijzondere opdracht die ze daar moeten uitvoeren. Nadat ze dus die zware opdracht hebben voltooid. Ze moeten een brief schrijven naar een geliefde waarin ze zeggen wat op hun hart ligt. Het is eigenlijk een soort afscheidsbrief. Althans, dat is niet hoe het letterlijk wordt verteld, maar wel hoe het wordt geïnterpreteerd. Een brief naar een geliefde of ouders die zelf kiest. Wat betekent het voor mij als ik op zo'n operatie ga? Want jullie gaan op zo'n operatie. Bij Defensie is dat ook iets waarmee wordt gewerkt. Alleen in het dagelijkse leven beseffen we vaak niet dat ons leven een deadline heeft. We denken vaak in schaarste als het gaat om geld en we denken in overvloed als het gaat om tijd.
Maar ons leven heeft nou eenmaal een einde. Of dat nou is voor jou als je 30 bent, 40, 50, misschien mag je wel 100 worden. Ik ben zelf helaas al een aantal keren geconfronteerd met de dood in mijn leven. Ik heb aan de ene kant nog maar één opa. Opa's en oma's is verloren. Ook helaas wat vrienden verloren op jonge leeftijd. Mijn moeder heb ik 3 jaar geleden verloren. En echt wel gezien dat er geen beter moment komt om te doen wat je wil doen dan nu. En hoe je ook deze opdracht wil interpreteren, of je dat wil doen door de connectie juist met mensen aan te gaan, of even bij jezelf stil te staan van, stel hè, dat vandaag nou mijn laatste dag was, of dat dit mijn laatste week was, of mijn laatste maand. Zou ik dan dezelfde dingen doen? Of zou ik ineens hele andere prioriteiten leggen? Dingen ineens in een ander daglicht komen te staan? Want waarschijnlijk als jij nog een maand te leven had, dan zou je niet meer zoveel op je telefoon gaan zitten scrollen. Of dan zou je niet meer overwerken. Of dan zou je niet meer dingen doen waar je echt geen zin in hebt en waar je ook niet in gelooft. En dan lukt het je misschien om meer lak te hebben aan de mening van anderen. Om meer tijd door te brengen met de mensen die echt belangrijk voor je zijn. Dus kijk hierna aan de ene kant en leef met de deelnemers mee. Maar kijk er ook naar vanuit je eigen perspectief van, oké, als ik zo'n brief zou moeten schrijven, aan wie zou ik dat dan schrijven? Wat zou ik er dan inzetten? En leef ik mijn leven ook daadwerkelijk zoals ik zou willen, dat als ik nu zou sterven, dat het oké is. Want het laatste wat je wil, denk ik, is dat jij op je sterfbed ligt en spijt hebt van alle dingen die je niet hebt gedaan. De deelnemers hebben de brief geschreven, samen met Jeroen doorgenomen en dan is het tijd om te gaan slapen. En Jeroen die vertelt dat ook, hè? Jullie mogen nu echt gaan slapen. En je ziet de deelnemers een beetje verward reageren van, kan toch echt niet? Gaan ze hem echt laten slapen? Dus ze proberen ook die controle te zoeken van, is er daar geen debriefing? Nee, zegt Jeroen dan, dat gaan we straks ook zien in het fragment. Jullie mogen echt slapen, geniet er gewoon van. Ga niet te veel die controle zoeken in je hoofd. Jullie mogen lekker gaan slapen. Jullie mogen lekker gaan slapen, want morgen hebben jullie de missie. Geen briefing. Geen briefing. Maar wanneer komt de briefing dan? Joh, ik zou gewoon lekker gaan slapen. Ik zou niet te veel vragen stellen, ik zou gewoon lekker gaan slapen. Oké. Dat zie ik vaak dat dat bij mensen gebeurt. Dat op het moment dat er iets gebeurt wat heel erg fijn is, dat we dan ergens gaan zoeken naar, wat is het addertje onder het gras? En dat heeft alles te maken met jouw eigen level. En in dit programma zien ze natuurlijk dat ze dat level heel erg hebben verlaagd. Hè? Want ze verwachten al dat ze om de zoveel uur worden wakker gemaakt, geen eten krijgen of noem maar op. En dat zie ik ook vaak in het dagelijkse leven terugkomen. Dus als jij bijvoorbeeld de overtuiging hebt dat je bepaalde dingen niet waard bent, laten we zeggen dat jij denkt dat je geld niet waard bent en er komt €200 op jouw rekening te staan, dan zal je eerder denken van, oh, er is een fout gemaakt, hoe kan dat nou? Of je gaat het geld misschien uitgeven, dan wanneer je denkt, ik ben dit wel waard. Of andere dingen, hè? Andere vormen van succes, andere vormen van prestaties. En daardoor zie ik ook dat heel veel mensen zichzelf gaan saboteren, zodat de werkelijkheid weer gaat matchen met hoe zij zichzelf zien. En dat zie je hier ook. Ze kunnen daardoor niet genieten van het goede nieuws, ze kunnen dat niet ontvangen, omdat ze toch ergens denken, het is te mooi om waar te zijn. De deelnemers gaan door naar alweer de allerlaatste missie. En Ray legt iets uit wat wij in de positieve psychologie visualisatie noemen. En het gaat erom dat je van jezelf het filmpje afdraait. Waar sta ik in dit filmpje? Wat is mijn rol? En over die rol ga je zelf nadenken. Daar komen vragen uit, die bespreek je samen. En op een gegeven moment kom je dus tot je gevechtsplan. En dat is ook iets wat ik in het powerliften heel erg veel deed. En wat ze ook in dit werk doen, en wellicht ook meer nog gaan doen. Op het moment dat jij iets ongelooflijk zwaars moet doen, of dat nou fysiek is of mentaal, of bijvoorbeeld bij formuleracen doen ze dat ook, omdat het niet haalbaar is om dat elke keer op het circuit te doen, dan kan je dat ook doen door middel van een filmpje in je hoofd. Dus jij stelt dat filmpje helemaal zelf samen. Toen ik selectie deed voor F-16 en voor KLM, toen heb ik deze tactiek ook gebruikt. Dus je weet hoe het vliegtuig eruit ziet. Je weet welke dingen je moet doen, maar je kan het niet elke keer gaan oefenen in een vliegtuig. Want dat is nogal prijzig. Dus wat je dan doet, is dat je het mentaal gaat doornemen. En ik deed het niet alleen mentaal, maar ik deed het ook fysiek. Dus als ik het plaatje in mijn hoofd had dat ik gas moest geven, dan ging ik ook echt met mijn hand doen alsof ik op het gaspedaal drukte. En in het powerliften hetzelfde verhaal. Voor de wedstrijd wil je niet te veel meer gaan trainen, maar je wil je wel nog goed voorbereiden. Dus wat ik dan deed, was dat ik in mijn hoofd die lifts nog een keer ging oefenen. Ja, hoe ga ik staan? Waar pak ik de barbel vast? Waar zit het publiek? Hoe lang neem ik de tijd om uit te lopen? Oké, dan komt het startsignaal. Dan ga ik starten, dan ga ik omhoog. Dan wacht ik weer op het signaal dat ik hem terug mag leggen in het rek. Leg ik de bar terug in het rek. Loop ik achter de bar langs, in dit geval heb ik het over het squatten. En dan loop ik terug naar achter. En dat nam ik echt 100 keer door, zodat het niet fout kon gaan.
Wat Ray ook mooi benoemt, vaak in de visualisaties kom je al bepaalde obstakels tegen. Dus als ik mijn dagen visualiseer, wat ik ook doe aan het begin van de dag, dat ik denk, oh, dan ga ik lunchen en dan kom je een obstakel tegen, bijvoorbeeld, ik heb nog geen eten of wat ga ik eten? En dan kan je die obstakels voorafgaand al oplossen. Of stel dat het een probleem is rondom tijd, dat je dan iets meer tijd kan inplannen om het op die manier zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor de mensen die het programma zelf niet hebben gezien, legt Midas nog eventjes uit wat de bedoeling is bij de laatste missie. We moeten als eerst moeten vanaf het drop-off point moeten naar het eerste checkpoint zien te komen waar de snipers liggen. Het plan is dat we infiltreren in het gebied. Vervolgens contact maken met de commando's en operatie. Ik lig daar op de uitkijk. Nou, Tom heeft bij deze laatste missie de leiding. En dat vind ik een hele mooie positie om zo te zien, want Tom heeft een hele reis gemaakt in het leiderschap. In een eerdere opdracht kreeg hij ook de leiding en dat deed hij toen ook bijzonder goed. En nu doet hij dat weer, maar je ziet ook in het begin van het programma dat hij dat niet altijd even goed oppakte. Nu geeft hij ook de commando's en ik heb dit stukje eruit gehaald omdat ik het een heel grappig stukje vond om even met jullie te delen. Waarin ze dus iets moeten gaan opblazen. Laten we even gaan kijken. Zorg dat je de bom bij het raketsysteem plaatst. Het raketsysteem moet kapot. Nou, het raketsysteem moet dus kapot. En hij telt af dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En 3, 2, 1. Nou, ze willen zich gaan verplaatsen, maar lopen daarbij tegen een obstakel aan. Namelijk, er is een hek gemaakt van prikkeldraad. Dus ze besluiten om dat door te knippen, zodat ze er doorheen kunnen. En terwijl ze dat aan het doen zijn, het is al gelukt, worden ze beschoten. Dan zie je ook dat de eerste reactie van Tom is om terug te gaan trekken op het moment dat hij wordt beschoten. En dat is denk ik ook de reden in deze aflevering dat ze hen niet alleen laten, maar dat ze versterkt worden door het team van professionele militairen die dan zeggen, nee, we moeten helemaal niet terugtrekken, we moeten voorwaarts. Bedenk je dus ook even bij jezelf op het moment dat er een spannende situatie is, of jij ook geneigd bent om jezelf dus terug te gaan trekken en wat dat je eigenlijk kost. En bij defensie of bij de politie of bij andere functies leer je daarom ook om tegen je intuïtie in te gaan en jezelf aan te leren in spannende situaties om juist meer gas te geven op een verstandige manier, omdat je daarmee dus je obstakels gaat overwinnen. Ze gaan uiteindelijk voorwaarts en weten de missie te volbrengen. Ray en Dai die sluiten zich aan op het moment dat de missie is volbracht om ze even te voorzien van feedback. Heren van Soft Support, bedankt. Ja, ik neem de groep mee. En Ray heeft het al meerdere keren gezegd in het programma, maar hij noemt wel vaker, we hebben iets van jullie gevonden. En meestal als hij dat zegt, dan heb ik een beetje een onheilspellend gevoel. En dat zie je ook bij de deelnemers van, oké. Wat vindt hij dan? Hij is dan niet zo heel goed te lezen. En de reden dat ik het stukje er even voor jullie uit heb gehaald is omdat Dai heel erg goed te lezen is. Waar Ray met een streng gezicht naar de deelnemers kijkt, staat Dai dus met een big smile op zijn gezicht. We hebben de hele week iets van jullie gevonden. Ook nu. Nou, hoewel zijn lichaamstaal dus niet helemaal matcht met zijn inhoud, is hij toch ongelooflijk trots op de deelnemers. En Dai is ook niet terug om dat te vertellen. Daar zo. Dat is fantastisch gegaan. Alle mensen hier, inclusief de twee operators die met jullie meegegaan zijn, die hebben gezegd, nou, eigenlijk valt hier niet veel op aan te merken. En misschien is dat omdat ik dat gewend ben van andere programma's, maar ik had dus eigenlijk wel gedacht dat er mensen zouden afvallen. Niet zozeer omdat er mensen niet goed genoeg waren, maar omdat je vaak ziet dat er een winnaar is. Of dat ze al van tevoren hebben bedacht dat er bijvoorbeeld 3 mensen mee mogen in de helikopter en dat ze daarom maar een aantal mensen laten afvallen. Dus wat dat dit programma ook weer goed maakt, is dat ze daar helemaal niet naar kijken. Ze selecteren niet op basis van, oh, zoveel mensen mogen er maar mee, of we willen zoveel mannen of vrouwen. Ze leggen die lat gewoon op een bepaalde manier neer en de mensen die dat halen, die mogen mee. En de mensen die dat niet halen, die worden naar huis gestuurd. Die gaan alle 6 mee de helikopter in. In de helikopter worden ze gebracht naar de plek waar hun vrienden en familie staan te wachten. Ze vinden het ongelooflijk gaaf. Laten we daar even naar gaan kijken. Na 7 dagen worden ze weer herenigd met hun vrienden en familie. Waarschijnlijk in hun beleving heeft het onwijs lang geduurd.
Ga maar eens een uurtje Netflixen, die tijd is zo voorbij. Maar ga maar eens 2 minuten in het koude water zitten en dan lijkt dat echt een eeuwigheid te duren. Dus kan je nagaan als je dit 7 dagen lang doet en dan ook nog eens zonder al te veel te slapen. En wat ik ook heel mooi vind, is dat ze dus laten zien weer waar het werk over gaat. En waarom het zo belangrijk is om een sterke thuisbasis te hebben. Dit is ook wat in het interview met Ray naar voren kwam. Dat juist omdat hij die sterke thuisbasis heeft met een fijne partner, met je kinderen, kan je ook veel meer gas geven op je missie. En krijgt het ook meer betekenis. Je doet het niet alleen maar voor het land natuurlijk, maar ook voor je partner. Want als je geen stevig thuisgrond hebt om op terug te vallen, dan krijgt het ook allemaal minder betekenis wat je doet. Ik weet ook nog wel van mezelf dat toen ik topsport deed, dat ik het extra fijn vond dat mijn toenmalige vriend in de zaal zat, dat mijn ouders er waren, mijn zussen waren erbij. Ik wist ook dat vrienden en collega's aan het kijken waren. Ik wil niet zeggen, daar doe je het 100% voor, want waarschijnlijk had ik het anders ook gedaan. Maar het geeft wel een extra gevoel van verbinding en daardoor kan je ook die winst samen gaan vieren. Nou, het wordt nog niet in dit programma gezegd, maar ik heb het wel al met Ray en Dai erover gehad. Dat er namelijk een 3e seizoen komt. Ditmaal waren er 1000 aanmeldingen en daarvan hebben 15 deelnemers het programma doorlopen. En 6 hebben het gehaald tot de eindstreep. Wellicht dat zich volgende keer meer mensen gaan aanmelden. En misschien ga jij je ook wel aanmelden. Ik ga in ieder geval weer een videoserie daar dan van maken. Misschien met jou, misschien zonder jou. Ik ben heel benieuwd natuurlijk ook wat je van deze serie vond. Laat het even weten in de comments. Ik heb ook inmiddels 2 podcasten met Ray gemaakt en eentje met Dai. Kijk die even terug, ofwel via YouTube of via mijn Spotify kanaal, waar ik ook heel veel andere podcasten maak met ex-militairen, ex-topsporters, mensen van de politie, topondernemers, om jou te trainen op het gebied van je topsportmentaliteit. En je kan natuurlijk ook mijn andere video's kijken, waarin ik je van A tot Z uitleg hoe jij je brein gaat trainen. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot via een ander kanaal of via een andere video.